Welkom bij de wiskundeles. Vandaag gaan we eens kijken hoe kunnen we formules veranderen. Na de vorige les hebben we het al gehad over Jordi, die bracht pizzatjes rond. En de inhoud van zijn tank was 25 min 0,15 a. Waarbij a was het aantal kilometers wat gereden werd. Dus de inhoud van de tank van zijn scooter was 25 min 0,15 keer het aantal kilometers. Nou, wat we eigenlijk aan deze formule kunnen zien zijn twee dingen. We kunnen zien hoeveel liter benzine zit er op het begin in zijn tank, het zogenaamde begingetal. Nou, op het begin zit er 25 liter in zijn tank. Dus het begingetal hier zo is 25 en dat betekent dat er op het begin, als er nog 0 km gereden is, zit er 25 liter in zijn tank. Daarnaast zie je dat het min 0,15 keer het aantal kilometers gaat. Dat betekent dat iedere kilometer die gereden wordt, gaat er 0,15 liter uit die tank. Dus we weten ook van, het daalgetal in dit geval is 0,15. Nou, nu gaan we eens kijken hoe kunnen we zo'n formule veranderen. Nou, Jordi's benzinetank kan 30 liter. Jordi tankt hem helemaal vol. Dus Jordi tankt zijn benzinetank helemaal vol. Nou, welk van deze twee getallen verandert er dan als we die formule gaan veranderen? Nou, 25 liter, dat was eigenlijk het begingetal. En dat is eigenlijk degene die nu verandert. Want hij heeft nu niet 25 liter op het begin in zijn tank. Maar hij heeft hem helemaal volgetankt, dus hij heeft nu 30 liter erin. Dus wat wordt de nieuwe formule? Nou, de nieuwe formule wordt hier eigenlijk de volgende. Even in blauw tikken, want dat is altijd mooi voor een formule. Dus de nieuwe formule wordt inhoud in liters is, nu heeft hij 30 liter op het begin, dus 30 min 0,15a. Waarbij het nog wel even netjes is om te zeggen wat die a is. Dus dan zetten we er even onder. A is het aantal kilometer wat hij rijdt. Nou gaan we eens even met die nieuwe formule rekenen. Bij B is de vraag, hoeveel liter zit er nog in zijn tank nadat hij 100 kilometer gereden heeft? Nou, dan wordt dat dus 30 min 0,15 keer 100. Dus heeft hij 100 kilometer gereden, wordt het 30 min 0,15 keer 100. Nou, hoeveel liter zit er nog in dan? Nou, even uitrekenen. 30 min 0,15 keer 100. Oftewel, op dat moment zit er nog 15 liter in zijn tank. Dus na 100 kilometer rijden zit er nog 15 liter in zijn tank. Hey, gaan we nog even een opgave kijken. Gaan we nog een formule veranderen. Nou, Jordi die werkte bij die pizzacourier, die Italiaanse pizza's bezorgde. Maar hij op een dag besluit hij van, dit is wat ik nu verdien. Namelijk zijn verdienste is 6 plus 0,5. A, waarbij A was het aantal pizza's, dus we hebben weer een begingetal van 6. Daarnaast krijgt hij voor iedere bezorgde pizza krijgt hij er 0,5 bij, dus het stijggetal is 0,5. Maar hij besluit van, ik ga bij die andere pizzeria werken die Amerikaanse pizza's bezorgt. En hij zegt van, ik ga kijken, misschien verdien ik daar wel meer. Nou, laten we eens kijken, wat gaat hij daar verdienen? Nou, Jordi zei, bij Jordi's nieuwe pizzeria, daar krijgt hij 3,50 vaste vergoeding. Dus hij krijgt altijd 3,50 iedere dag. Dus dat is wat minder dan hier. Want wat we hier zagen was dat hij 6 euro krijgt. Maar hij krijgt wel 75 cent per pizza die bezorgt. Dus hij krijgt wel 0,75 euro per pizza die bezorgt. Dus de prijs per pizza gaat iets omhoog. Nou, wat wordt de nieuwe formule dan? Nou, dat betekent dat als we de nieuwe formule gaan opschrijven, dat we eigenlijk het volgende krijgen. Zijn verdienst in euro, dus we maken de nieuwe formule. Zijn verdiensten in euro is dus eigenlijk, wat is het nieuwe begingetal? Dat is 3,50. Zijn verdienst in euro is 3,50. Plus, wat verdient hij nu per pizza? 0,75, dat is 0,75. A, waarbij nog steeds netjes om even aan te geven, dat A is het aantal pizza's wat bezorgd wordt. Dus die A staat voor het aantal pizza's wat bezorgd wordt. Dus het is heel belangrijk dat je een beetje goed begrijpt waar zo'n formule over gaat en wat je precies uitrekent. Hey, en dan bij B is de vraag, hoeveel verdient hij nu als hij 75 pizza's bezorgt op een dag? Nou, reken dat eens even zelf uit. Dus dat rekenen we even zelf uit. En dat is de videoopgave voor deze keer. Hey, tot de volgende les weer en succes met het maken van de opgave.